Welkom bij Amstelveen Live vanuit de Meent, ontmoetingscentrum de Meent in Hilversum in Middenhoven. Vandaag geen topsporter, geen bekend zakenman, ook geen politicus, maar een visboer. En een visboer uit een dynastie die hier al 40 jaar op de markt staat en de aard van de Amstelveener als geen ander kent. Welkom Richard Waarsdorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg visboer, is dat een geuzennaam? Of is dat een scheldwoord? Nee hoor, nee. Ik ben nog steeds terug. Ik ben er nog steeds trots op. Visboer is de juiste benaming. Ja. Van ons vak. Van jullie vak. Ja, dus absoluut. Een heel mooi vak. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik wil graag bij het begin beginnen. Een dynastie. Jullie staan hier al 40 jaar op de markt. Ja. Het is begonnen met je ouders. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Dat we op de markt komen, dat is dan 40 jaar geleden. Maar daarvoor zijn mijn vader en moeder begonnen. Mijn vader eigenlijk. Met een bakvis begonnen, vanuit Lisse, want daar komt hij vandaan. Richting Haarlem en Amuiden de vis ophalen. En dan is hij begonnen met Twente eigenlijk. En zo is het een beetje ontstaan, vanaf het Twente. Waar mijn vader en moeder een winkeltje begonnen. Samen met Vent Wagens op een gegeven moment. Daar was mijn vader de eerste mee. Met de rijdende Vent Wagentjes, Hanomaggies, met een echte oven erin. Zodat we warme vis konden bakken. En zo is hij begonnen. En daar vandaan is eigenlijk mijn vader met de markten begonnen. Met de markten? Toen mijn broers groot genoeg waren in de zaak. En wat is de markt? Wat is dat voor een wereld? We hebben natuurlijk de markt hier. Iedereen komt hier op de markt. Ja. Maar de markt. Wat is de markt? Ja, de markt is gewoon een hele vrije onderneming daar. Je komt daaraan en je hebt de kraampjes staan klaar. Zo ervaarde ik dat. En je hebt gewoon een vracht. Twee wagens vol met handel en je probeert de mooiste stal te maken van de producten die je hebt. En in ons geval dan de vis. Ja. Dat is het allermooiste, je stal maken. En dan gaat het gebeuren. Dan ga je verkopen. Ja. En dat vind ik het mooiste wat er is. Laten we even teruggaan naar die begintijd. 40 jaar geleden. Jij bent als kind natuurlijk vast met je ouders mee geweest. Wat was Amstelveen voor een dorp, zal ik maar zeggen? Nou, Amstelveen was toen eigenlijk ook wel al gelijk een van onze grootste markten, hoor. We werden wel gelijk in het diepe gegooid. We zijn in Schalkwijk begonnen. Dat was toen redelijk klein. Dat is nu Schalkwijk in Utrecht? In Haarlem. Of in Haarlem? Ja, okay. Daar kom ik vandaan. Ik ben een echte Haarlemmer. Okay. Dus daar zijn we begonnen. En de tweede markt was Amstelveen. Dat was best wel gelijk een grote stap. Want toen was Amstelveen best wel groot. En zeker op dat plein waar we daar stonden, waar we begonnen zijn. Ja. Plein 60, geloof ik, Amstelveen. Ja. Zo heette dat toen. En dat was natuurlijk voor onze begrippen al gigantisch, die markt. Maar ik heb ook begrepen dat jullie hier bij Middenhoven hebben gestaan. Ja, later hebben we op zaterdag, want de vrijdag Amstelveen was natuurlijk de markt. En toen kwam er daar zat mijn oudste broer achteraan, Jaap. Toen kwam er een standplaats vrij. En nou ben ik hier in Middenhoven. En daar hebben we toen op zaterdag gestaan, een paar jaar lang. Ja, je liep net een beetje rond, zei je, voordat je binnenkwam. Je schrok wat, hè? Van hoe het winkelcentrum erbij staat. Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Ja. Ja, toen wij er binnenkwamen, toen wij er stonden, was volgens mij Middenhoven net nieuw. Ja. En als ik dan nu, ik heb net een rondje gelopen, als ik dat dan zie, dan is het inderdaad wel nodig om hier het een en ander weer een beetje op te kalifaten. Ja. Laten we dat even vooruitstellen. Ja. Nou, daar zijn ze druk mee bezig. Ja. Nog even naar je ouders. Ja. Het is wel leuk. Je hebt een foto meegenomen. Ik ga die eventjes laten zien aan de kijkers. Kijken of dat goed overkomt. Kijk, dit zijn je ouders. Ja. Vertel eens wat over die mensen. Je vader heet Jaap en je moeder heet Leni. Ja, klopt. Ja? Nou ja, mijn vader was echt een keiharde zakenman. Boter bij de vis. Zat overal bovenop. En hij was gewoon een hele goede inkoper. En mijn moeder, ja, dat was gewoon een schatje. Daar hebben we gewoon alles van geleerd. Alle praten met de mensen, lief zijn tegen de klanten. Okay. Klanten staat gewoon op nummer 1. Ja, daar hebben we heel veel van geleerd om aardig en lief en tegen de klanten te zijn, zeg maar. Dus van je vader het ambacht ja. En van je moeder het gochme om ja.
met mensen om te gaan? Nou, het gok, maar de liefde. Mijn moeder had heel veel liefde voor het vak. Ja. Altijd een praatje maken met de klant. Zij was heel veel gezien bij... ik schiet altijd even vol als ik aan mijn moeder denk. Maar ja, die was gewoon het gezicht van de markt bij ons. Ja. Dat vrouwtje, ze was zo groot. Maar, ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Jouw vader was dan aan het bakken en het snijden? Nee, vader, deed die inkoop en je moeder stond er? Dat is al een mooie inleiding. Mijn vader kwam daar altijd op de markt. Die kocht dan veel in. En dan kwam hij met een busje naar de markt toe. Hadden wij alles al opgebouwd. Hè. Tenminste, in eerste geval mijn oudste broer Jaap en Nico. Die zijn begonnen. En ik kwam daar 5 jaar daarna, rolde ik de zaak in. Was alles al opgebouwd. En dan kwam hij natuurlijk met een bus vol met vis. En in die tijd, en daar beginnen we dan. Dat was de eerste stap. Had je natuurlijk heel veel Portugezen en Spanjaarden. Ja. En daar speelde mijn vader toen al op in. Want die ging altijd naar het vakantieland Spanje. Verder kwam hij nooit. Dus daar had hij natuurlijk ook het een en ander al opgeslagen. Dus hij kwam altijd met kreeftjes, Spaanse kabeljauw, dat soort dingen. En dan gooide hij zijn bus open. En dan stonden er echt 20, 30 Spanjaarden, Portugezen stonden er al te wachten. En die mochten dan zelf met een tasje hun eigen vis pakken. En die rekenden dat dan bij ons af en aan de kraam. En zo is dat ontstaan. Toen ik... Hebben die bijvoorbeeld die Portugezen, ja, laten we zeggen die Zuid-Europeanen, ja, ja, hebben die meer een cultuur van vis? En, ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Japanners natuurlijk ook. Ja. Maar Portugezen, Spanjaar in die tijd. En er werkte er heel veel bij natuurlijk in Schiphol. Dus daar speelde mijn vader ook op. Die woonde er ook een heleboel hier en die werkte hier ook. En die eten natuurlijk ook allemaal vis. Ja. Ook minimaal 2, 3 keer in de week. Maar was het dan niet zo dat, zeg maar, omdat je vader koos voor Portugezen en Spanjaarden, dat anderen dachten, nou oké, okay, dat is een speciale winkel, hoeven wij niet te komen? Nee, nee, was nee. Voor iedereen? Nee, wij stonden toen nog op kramen. We hadden 2 kramen natuurlijk, zeg maar, ingericht voor de Hollanders, zeg maar, toen al. Ja. En we hadden een heel half kraampje. Ja. Dat was speciaal voor de Portugezen en de Spanjaarden. En later heb ik natuurlijk uitgebreid natuurlijk naar de buitenlandse viskraam. Want ik ben ook begonnen met het Japanse stalletje toen met een half kraampje. Ja, dus. Nou, dat is even heel leuk om te vertellen. En heel veel mensen weten dat ook wel. Jullie hebben enorm veel Japanners als klant. Ja. Jullie weten wat ze willen. Jullie kopen daarop in. Jullie weten ook hoe je de vis moet snijden. Ja. Maar je hebt zelfs Japans geleerd. Ja. Hoe is dat ontstaan? Want dat vind ik wel een heel iets apart. Ja, toen ik in de zaak kwam met mijn vader natuurlijk. En ik liep natuurlijk al als jong broekje natuurlijk wel mee op de markt af en toe. Als ik vrij was op vrijdag, dan moest ik natuurlijk werken van mijn vader. Dan ging ik mee. Toen zei mijn vader altijd van, help jij die Aziatische mensen maar. Want mijn vader kon natuurlijk geen woord Engels. Hè? Nee. Laten we eerlijk zijn. En ik wel. Ik kwam van school. En toen zag ik natuurlijk van, dat ik hier liep die mensen. En die bestelden natuurlijk allemaal beetje bij beetje. En einde van de rit was natuurlijk best een grote klant. Ja. En zodoende ben ik dat gaan zien. En toen ben ik me daaraan in gaan verdiepen. En toen kwam ik een Japans vrouwtje tegen bij mij op de markt in Schalkwijk. Etsuko Matsudaira. En daar heb ik toen eens gevraagd van Etsuko. Maar die was altijd blij en die zei altijd, goh, waar ben je altijd een vrolijk iemand en zo. Ja, dat heb ik natuurlijk ook van mijn moeder geleerd. Om natuurlijk klanten naar binnen te trekken. Ik was altijd wel vrolijk. Ik vond het leuk. Ja. En toen heb ik gevraagd van Etsuko, zou je me een keer willen helpen? En mag ik een keer een paar Japanse woordjes leren en dat soort dingen? Maar Etsuko met haar man beheerde een Japanse kerk. Die stond in Bennebroek. Dus ik was uitgenodigd. Ik ben erheen gegaan. En ik heb van haar man, Yasunori, heb ik daar zinnetjes geleerd. Gewoon het begin van, word je geholpen? En goedemorgen, ohai gozaimasu. Ja. En visnamen en zo. En toen ben ik dat heel intensief gaan leren. Ben ik iedere week ging ik iedere keer op mijn fietsie ging ik naar Bennebroek. En heb ik daar een uurtje, anderhalf uur in de avonduren. Want overdag moest ik werken natuurlijk. Heb ik dat een beetje onder de knie gekregen. En omdat ik natuurlijk wekelijks iedere week dat meenam naar de markt. Ja, begon ik dat steeds beter onder de knie te krijgen. En toen later ben ik natuurlijk naar... toen zei ik tegen mijn vader, ik zei pap, ik zeg... ik wil graag naar Tokio. En toen ben ik samen met Etsuko. Daar ben ik er nog steeds heel dankbaar voor. Ben ik naar Tokio gegaan en ben ik naar de afslag geweest. Zo. Heb ik geslapen daar in de kerk. Want hun hadden natuurlijk een basiskerk in Tenri. Ja. En daar heb ik dus ook lessen gevolgd. Zoals ik dat zei in dat filmpje. Dat ik natuurlijk op mijn knieën... Dat was ook wat voor mij. 18 uur. Ja. En zodoende ben ik dat een beetje onder de knie gaan krijgen. En ik heb het allerbelangrijkste natuurlijk die visafslagen in Japan. Ja. Daar heb ik heel veel geleerd. Eventjes voordat je verder praat. Want ik vind het een ongelooflijk verhaal. Maar nog even. Je Japans is dus behoorlijk. Je kan zeggen hallo en welkom. Ja, maar natuurlijk. Kan je ook als ze vragen. Ik wil kabeljauw en ik wil zoveel hebben. Versta je dat ook? Ja, of natuurlijk. Ze bestellen de visnamen. Goyakugram, Niyakugram, de hoeveelheid. Dat heb ik allemaal onder de knie. Ik vind het een prestatie van betekenis. We gaan even kijken naar een filmpje dat door...
RTV Noord-Holland is uitgezonden en ook door ons. Ja, leuk. Waarin de Japanners naar jouw stal zien komen en hoe je daarmee omgaat en hoe blij ze zijn met jullie aanwezigheid. Gaan we nu kijken. Prima. Hij is een fenomeen in Amstelveen. Op de vrijdagmarkt in het Stadshart hoor je zijn luide stem al van ver. Visverkoper Richard Waasdorp prijst zijn vis aan. En dat doet hij in het Japans. Zie je dat hebben we doen? Ja. Ano, 200 gram, 300 gram. 300. Hi. Richard Waasdorp staat al 40 jaar op de markt in Amstelveen. Zo'n 30 jaar geleden viel het hem op dat een groot deel van zijn klandizie uit Japanners bestond. Japanners eten veel vis en zijn dus belangrijk voor de handel. Richard wilde de Japanners aan zich binden en besloot zich in het land en hun eetgewoonten te verdiepen. Zijn eerste stap was 3 weken lang een taalkursus volgen in Japan. Ik heb daar in een klas gezeten, daar stond ik 18 uur, heb ik dus zo gezeten. 18 uur, ja, achter elkaar in een klas en had ik geen kussentje, niks. Alleen de leraar die zat een strapje hoger. En zo heb ik dus met een koptelefoon dus 18 uur echt zo zitten luisteren en alleen maar opslaan. Ja, dat is op z'n Japans. Dat is echt met een zweep erachter, op z'n Japans. Tijdens zijn verblijf ging hij op onderzoek uit naar de visgewoonten van de Japanners. Ik ben daar natuurlijk toen ik in Japan was, natuurlijk naar allebei de afslagen geweest. De grootste in Tokio. En daarna ben ik in Osaka geweest en daar heb ik geleerd dus wat ze eten en wat ze graag willen, hoe het gesneden moet worden. En daar heb ik speciaal een man die heel goed kan snijden, een specialist. En die snijdt de vis zoals de Japanners het willen hebben. Dus het was even zoeken naar een hele goede snijder, maar we hebben hem 30 jaar geleden ook gevonden. Dus hij doet dat ook al 30 jaar hier. Veel Japanners komen vroeg in de ochtend nadat ze hun kinderen naar de internationale school hebben gebracht hier vlakbij. Richard staat dan op scherp. Met veel bravoure en humor worden alle Japanse klanten geholpen. Wat je ook heel veel in Japan eet is octopus. Vanaf babytje wordt dit al aan de baby geserveerd. In kleine stukjes gesneden. En dan wordt dat als een poffertje geserveerd. Een klein stukje octopus in een poffertje. Dat noemen ze takoyaki. En dan worden de kleine kindertje van grote vaan wordt dat al aangeleerd. De meeste Japanners integreren niet echt in Nederland. En houden heel erg vast aan hun eigen cultuur. Het zijn dan ook vaak expats in hun gezinnen. Gericht op een tijdelijk verblijf in Nederland. In Amstelveen hebben ze hun eigen restaurants, bars, kappers, festivals, noem het maar op. Maar voor de vis gaan ze naar Richard. He can speak very good Japanese and he is very kind to Japanese people and our fish are very fresh and goedkoop. Ja. Het is een gouden greep geweest voor Richard om zich als eerste en enige visboer in Amstelveen te verdiepen in de Japanse cultuur en taal. Als het gaat om vis in Amstelveen, heeft hij onmiskenbaar het monopolie in handen. Rauwe tonijn, die je dus echt rauw kan eten, zonder niks. Sashimi de tabiru, ja, om rauw te eten, zeggen ze dan. Dus. En je moet weer verder. Ik ga weer even verder. Oké, okay. We zien elkaar. We zien elkaar en tot de volgende reis. Oh, ja? Dankjewel. Oké. Okay. Doei doei. Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. En wel even vreemd om mij zo terug te zien. Ja, het is maar... Ik, niet anders. Ik vind het ook wel een verdienste dat jij niet alleen Japans spreekt en in hun cultuur hebt verdiept. Maar ze mogen je ook erg. En het lijkt wel alsof ze losser zijn tegen jou dan over het algemeen. Ze zijn toch een beetje gesloten mensen, heb ik het idee. Ja, je moet, waar het om gaat is natuurlijk de handel. Hè? De versheid van de vis. En dat duurt heel lang voordat ze je echt vertrouwen. Daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Ja. Je kan niet zomaar, je hebt niet zomaar een stukje tonijn dat je altijd kan zeggen van die kan je rauw eten. Nee. Ik ben de enige en daar ben ik wel blij mee. Buiten het Okura om en zo. Bij mijn tonijnleverancier die dus echt een doos speciale tonijn krijgt. Van de top of de top die je gewoon blindelings rauw kan eten. Daar heb ik gewoon iedere week, bijna iedere week trouw een doos van. En dat is, daar moet je gewoon heel scherp in zijn. Ja. Het is, en ook nog geloof ik anders vis anders snijden dan anders, op een andere manier voorbereiden? Ja, nee, dat is gewoon de kwaliteit moet van die zo hoog zijn, van die aard, dat je het rauw kan uit. Hun snijden het zelf. Ja. Hun kopen bij mij gewoon een grote plak van 2-3 ons. En dan, de Japanners snijden het altijd zelf. Maar we hebben natuurlijk ook... Oh, ze snijden het zelf. Ja. Ze snijden het zelf. Alleen de vissen snijden we voor hun. Zeg maar hun, bijvoorbeeld een horsmakreel, zegt bij ons niks. Nee. Dat is bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel bijvangst. Ja. Waar ze het altijd vaak over hebben.
Nou, die worden dan op de speciale manier, die snijders, Dick, die al jarenlang bij ons werkt, die snijden ze dan op een speciale, maken twee filetjes van. En die filetjes, die snijden ze dan wel weer zelf thuis. Dat willen ze zelf. Oké, want het is een volk van viseters. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, heb jij door de jaren heen, en je ouders ook, allerlei soorten mensen aan je kraam, aan je kar, moet ik misschien zeggen. Je hebt hele bijzondere mensen ook. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt me een keer verteld over een hele leuke klant die je mevrouw Oliebol noemde. Ja. Wie is dat? Nou, dat is een vrouwtje die komt al, denk ik, al meer als 40 jaar bij ons op de markt. Een heel lief oude mevrouwtje, die heeft hele slechte ogen. En die komt al twee scharretjes halen. Ja, en die gaat ze zelf uitzoeken. Onlangs en dan geven we de handschoentje, want dat doe ik bij de Japanners ook. Die geef ik altijd een handschoentje, koekenpannetje. Mochten ze dat zelf pakken, zelf pakken. Okay. Ja, en dat mocht die mevrouw dan ook. En die zoekt ze zelf uit. En ik raakte toen de laatste keer even in gesprek met haar. Is gewoon dat vrouwtje heeft heel veel al meegemaakt in haar leven. Is helemaal alleen, heel slechtziend. Die komt thuis, die bakt de visie en die leest heel veel boekjes. Zo kom ik in gesprek met de klant en die komt trouw iedere vrijdag komt ze vis halen. Ja, daar heb ik dan gewoon daar verdiep ik me erin, daar heb ik gewoon zwak voor. En omdat jij zei van ja, een klant in het zonnetje zetten. Ze was er toevallig, waarom? Afgelopen vrijdag niet, anders had ik hem meegenomen hier naartoe. Nou, dat vind ik prachtig. Als ik dan in gesprek raak met zo'n mevrouw, dan zie ik me dat ook voor me, dat ze heel slecht ziet. En dan boekjes lezen en dan je laatste jaren slijten alleen in een appartementje. Ja. Ja, dat doet je wat. Ja, dat doet me wat. Ja, en want jullie hebben dus ook een sociale functie. Er zijn ook mensen die... Het is een contact voor eenzame mensen om aan de visstal te komen. En, natuurlijk. Ja. Dat hebben we echt van ons moedertje geleerd. Even een praatje maken. Hoe gaat het mevrouw? Onthouden wat ze vertellen. Ja, onthouden. Ja. Dat sla ik allemaal op. Schets nog eens een beeld van één of twee bijzondere klanten. Bijzondere klanten. Ja, je hebt een heel veel trouwe klanten. Maar ik kan wel vertellen dat je speciale bindingen krijgt met klanten. Waarbij je thuis voelt bijvoorbeeld verlies van een man. Of een man die heel erg ziek is. En een ander iets, als mij iets overkomt, wat dit jaar is overkomen. Mijn schoonzus is natuurlijk dit jaar door een hersenbloeding overleden. Die al jarenlang bij ons achter de stal heb gestaan. En dan het medeleven van de klanten ook, weet je wel. Ja, dus ja, dat er is altijd een band wat je creëert tussen klanten. Aan de ene kant dat bij de klant het minder gaat. En aan de andere kant als wij een klap te verduren krijgen. Maar dan ben je er ook wel eerlijk over. Daar vertel je best wat over. Daar vertel ik veel over, ja. En ook de klanten ook aan mij. En dat is op een gegeven moment een band die je dan opbouwt met een klant. En het hoeft maar een paar woordjes te zijn, weet je wel. Ja. Een klant alweer heel veel steun uit put. En waar ik ook heel veel steun uit heb geput. Nou kom je overal in het land, hè? Jullie werken overal. Maar als je even kijkt naar de Amstelveener, die bestaan natuurlijk niet. Maar karakteriseer eens het Amstelveense publiek. Als ik aan Amstelveen denk, dan denk ik heel groot en heel, wat ik fantastisch vind, internationaal. Er komen zoveel mensen en ik hoop dat de gemeente Amstelveen dat ook echt beseft. Zoveel mensen naar de markt toe. Ja. Uit zoveel landen vandaan. En daarom ben ik altijd heel struk met alle landenvlaggen die ik altijd heb hangen aan de stal. Dat is zo geweldig. Ja. Amstelveen staat voor de markt in Amstelveen. Omdat, het is gewoon een van de grote trekpleisters van Amstelveen. Ja. En dat moet de gemeente zich maar eens goed realiseren. Vind je dat ze dat niet doen? Nee. Dat is niet waar. Ik vind wel dat ze dat doen. Maar waar ik nu heel veel moeite mee heb, omdat de kracht van Amstelveen is en ook de markt. Dat ik heb het wel eens meer gepolst als ik over in Haarlem of waar ik dan op een andere plek sta. In Almere bijvoorbeeld. Als ze dan over Amstelveen beginnen. Dan beginnen ze altijd over Amstelveen. Ja, groot winkelcentrum en een hele mooie markt. Ja. En dat is niet alleen maar een pleidooi over de markt houden. Maar daar staat Amstelveen wel onbekend. Ja. En de kracht van Amstelveen is, vind ik, dat we dat winkelcentrum hebben op vrijdag. En dat de mensen vanuit het winkelcentrum dus overal dus zomaar op de markt terechtkomen. Dat is de kracht van Amstelveen. Ja. Maar ook andersom. Mensen die dus op de markt lopen, die dan zo vanaf de markt zo het winkelcentrum kunnen lopen. En dat vind ik, dat is de kracht van Amstelveen. En wat ik dan nu in de wandelgang heb gehoord, is dat ze dat willen gaan veranderen. Dat we moeten gaan verplaatsen. En we zijn tot nu toe
En dat is nog steeds een topprestatie. Zijn we tweede van Nederland geworden als beste markt van Nederland. En dat is, geloof me, dat is gewoon een topprestatie. Maar ik denk, als de gemeente dat door wil gaan zetten nu om de markt te gaan verplaatsen en om er een lange rij van te gaan maken wat ze willen, dan weet ik zeker dat dit de doodsteek wordt van de markt in Amstelveen. Waarom? Maar ook waarom? Omdat winkelen, wat ik dus eigenlijk al uitleg, zoals we nu staan in Amstelveen, dat is fantastisch, deze opzet. Je komt van alle kanten in en uit. Juist. En lange rijden kom je nooit meer uit. Daar kom je nooit meer uit. Maar ja, dat zou je ook kunnen zeggen over de Albert Cuyp in Amsterdam. Dat is één lange rij, het werkt daar ook. Ja, het werkt daar ook, maar ook die markt is, hoe moet ik dat zeggen? Dan mag ik best zeggen dat Amstelveen daar ook qua uitstraling op markt en qua Marco Blui wat er staat. Misschien is het misschien mag ik dat niet zeggen, maar vind ik dat dat Amstelveen daar toch nog wel kwalitatieve dingen ver bovenuit steekt. Je mag hier alles zeggen. Ja. Want noem eens kwalitatieve punten die beter zijn dan de toch fameuze Albert Cuyp. Nou ja, gewoon, dat moet ik de gemeente toegeven. Stroom, de plek, hoe moet ik zeggen, de locatie nu, wat we nu hebben in Amstelveen, is natuurlijk anders dan in de Albert Cuyp. Wordt er beter voor je gezorgd als Mark Koopman hier? Ja, ik vind ik van wel, Amstelveen. Dus daar moet ik Amstelveen altijd wel een pluim voor geven, dat stroomvoorzieningen of bij verplaatsingen, dat wel altijd goed geregeld is. Want je hoort ook wel eens van middenstanders. Ja. Ja, Amstelveen, je krijgt bijna niks voor elkaar en ze doen overal moeilijk over en dat ervaar jij niet ik vind, zo. Ik geloof heilig in Amstelveen en ook de gemeente dat ze met de markt het beste voor hebben. Alleen de beslissing die ze nu gaan maken, daar kan ik niet achter staan, omdat ik, je weet, ik loop 40 jaar mee, dat ik er bang voor ben dat de kracht van de markt in Amstelveen, zoals nu met dat winkelcentrum, in- en uitlopen en door elkaar staan. Het is gewoon een uitje voor de mensen, dat kan je zien. Ja. Ook al willen ze alleen maar naar het winkelcentrum, lopen ze toch even de markt om. En vice versa, willen ze alleen naar de markt, dan lopen ze toch even het winkelcentrum in. Dat haal je weg, het hart van Amstelveen haal je weg. Ja, want als je de markt wegdenkt, stel je voor de dagen dat jullie er dat zijn, weet ik, die door denk de je weg, dan is het toch wel een beetje kale bedoeling. Ja, dat bedoel ik. Ja, en daar moeten ze dan misschien iets anders voor proberen ze dan wel voor te verzinnen. En ik hoop dat ze daar een beetje. Ik zou dat ook niet 1, 2, 3 weten. Maar als je dan. De winkeliers en zo, die kunnen dus die vrijdag nog steeds beschouwen als denk ik de leukste en de beste, ook qua verkoop, denk ik. Beste dag. Dag van de markt. Met de zaterdag erachteraan. Die zal ook ongetwijfeld beter zijn als een maandag of als een dinsdag. Maar dat is op de markt ook zo. Zijn jullie georganiseerd als markt, mensen met een kraam of een stal, dat je zegt van we gaan een vuist maken? Ja, dat doen we wel. Proberen we ook. We hebben een marktcommissie die zich. En er zijn marktmeesters die natuurlijk voor ons in de bres springen. Maar ja, nogmaals, er zijn zoveel dingen. Hoe moet je dat zeggen? Vertegenwoordigers of die op het gemeentehuis werken, die daar nog boven staan. Dat we eigenlijk maar. Niet genoeg te vertellen hebben, denk ik. We kunnen alleen maar onze mening of ons, wat ik nou mag vertellen, naar buiten brengen. En maar je hebt een heel goed verhaal. Heb je eens overwogen om te zeggen, kom op, ik trek me er niks van aan. Ik trek de stoute schoenen aan. Ik meld me op het stadhuis en ik zeg tegen de hoogste ambtenaar of de verantwoordelijke wethouder, ik sta hier 40 jaar met mijn familie. Ik wil mijn verhaal kwijt en ik wil dat je luistert. Ja, als er een vergadering zou zijn daarover en er zou geluisterd worden naar ons en zou ik daar best heel graag voor in de bres willen springen. Maar ik denk dat we dan, zijn we hier toch voor RTV Amstelveen, denk ik dat we dan toch wel een oproep mogen plaatsen. Ook dat de mensen en de klanten en daar iets over mogen zeggen of die voor ons in de bres kunnen springen. Want, protest? Protest wil ik niet zeggen, maar protest. In ieder geval dat er naar ze geluisterd wordt. Ja. En dat er echt alles aan gedaan wordt om dit concept wat we nu hebben op de markt, dat we dat toch kunnen behouden. Want ik heb gehoord, er is een grote projectleider die wil dat hele grote stuk daar dan weg hebben en dat moet een lange rij worden. Ik hoop dat de gemeente zich bewust is dat die misschien daar maar een heel groot bod moet doen op dat ene stukje markt, dat we dat kunnen behouden of zo. Ja. En dat de markt behouden kan blijven. Want in zo'n lange rij ben ik van overtuigd. Dat wordt de doodsteek voor de markt. Nu gezegd, dat komt over. Ik ben benieuwd mensen uit de schoenen komen en zich gaan organiseren
om protest aan te tekenen. Klanten ook. Hè. Maar ja, nou ja, ligt het in de aard van de fatsoenlijke, rustige Amstelveener? Ik denk als je zou zeggen, we veranderen de Albert Kuip, dat de halve stad in brand staat. Ja, maar dat gebeurt niet in Amstelveen misschien. Nee, maar ja, de Albert Kuip is natuurlijk, die natuurlijk denk ik ook al jaren in die constructie natuurlijk bestaat daarom. Ja. Dus die mensen zijn niet anders gewend. En ik denk, in Amstelveen is natuurlijk al die markten dat we een paar keer verplaatst zijn. Zijn we altijd in pleinvorm, zijn we natuurlijk altijd verplaatst. Ja. Dat hebben ze altijd prachtig opgelost, de gemeente Amstelveen. Dus ik wil ook geen hetsen of een protesten. Maar ik hoop alleen maar dat de gemeente Amstelveen zich er heel goed over beraadt. Gewoon over. Ja. En dat ze er alles aan doen om eigenlijk dit nog te behouden. Nou, dat is helder. Op deze manier. Ja. Hoe ziet nou bijvoorbeeld de toekomst eruit voor jouw handel in het algemeen? He, dus je bent visboer, dat mag ik zeggen. Dat is niet onerbiedig, begrijp ik. Nee, helemaal niet. Je trekt het land door, je gaat van markt naar markt. Is daar überhaupt toekomst voor? Of gaan mensen gewoon toch liever naar winkels? Of vinden steden het te lastig, zo'n markt? Want... Nou, dat weet ik niet. Dus natuurlijk per gemeente is dat verschillend. Maar ik weet zeker dat de mensen gewoon een markt altijd blijven bezoeken. Want het is altijd een uitje. Ja. Je hebt natuurlijk wel door de week bij de jongere garde nu zeg maar een beetje dat... Die hebben natuurlijk allebei een baan. En is het dat one-time shopping, dat merk je dan wel. Dat ze dan, ik zie het ook bij mijn dochter, dat ze dan één keer per week voor 4-5 dagen in de supermarkt handel halen. Ja, ze dat noem je one-time shopping? Ja, dat denk ik dan wel. Ik zie die halen dan, die hebben dat druk allebei. En dan halen ze één keer in de week voor 3-4 dagen boodschappen. En dan en voor de markt moet je natuurlijk altijd tijd vinden. Ja, en je moet gezellig vinden. En je moet gezellig vinden. En een kopje koffie drinken. Ja. Maar dat betekent misschien ook dat die mensen dan denken, nou, vis kan je ook heel goed bij de Appie Happie kopen. En dat is slecht voor jullie business. Of floreert jullie business nog? Nee, in de vis is dat absoluut niet. Die, nee? kunnen, de, die kunnen daar, nee, daar ben ik van overtuigd, op de, die kunnen daar niet aan tippen. Nee. Vis moet vers moet je vers op de markt halen of gewoon in een visspeciaalzaak. Ja. Dat, daarom ben ik ook blij, ben ik mijn ouders nog steeds blij dat ze in de vis zijn begonnen. Hey, jij bent 50. Ja. Je broer Jaap is 60. Ja, hoe lang jaar. Gaan jullie dit nog volhouden? Ja, zolang ik het leuk vond en mijn gezondheid laat toe, dan hoop ik hier nog in Amstelveen nog heel lang mee te lopen. En ik heb wel altijd een doel voor ogen gehad. En dat, wat ik erg leuk zou vinden, dat is omdat ik zo van mijn vak houd, dat ik zou wel eigenlijk voor de televisie zou ik wel zo'n assortiment Freek Vonk van de Vis willen zijn. Okay. Gewoon een programma, weet je wel, gecombineerd misschien met een kookprogramma. En ik noem maar wat, nou noem ik bijvoorbeeld de Zeeduivel op. Ja. Dat je gewoon een heel mooi, alles is maar een half uurtje op tv of 20 minuten. Dat je ziet waar zo'n zeeduivel gevangen wordt. En dan later dan met een kookprogramma hoe je dat kan bereiden. Het is ook een half reisprogramma dus, ja. Hè? Ja. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Dus omdat jij ik... neemt ons als kijker bij de hand en we gaan naar de Malediven en jij gaat, bijvoorbeeld, er zijn duikers en jij vangt de vis, je legt uit wat het is en hij komt ook op tafel. Ja, ik heb toen met Ik vind het een mooie formule nu al. Echt waar, want ik heb dat met Rudolf toen gedaan met die kok die toen bij mij dat tonijn heb ik toen uitgelegd. Dat zou ik zo prachtig vinden als ik dat zou mogen doen. Want ik weet dat er behoefte aan is aan vis. Mensen willen veel meer over de vis weten. Maar bijvoorbeeld zo'n zender als 24 Kitchen, zou dat iets zijn? Ja, zo'n rubriek, ja. Het hoeft maar rubriek te zijn. Maar die mensen willen... maar rubriek om dan de hele wereld over te reizen, dat wordt wat duur voor een rubriek. Ja, oké, maar goed. Dat idee heb ik altijd wel gehad. Nou, dat ik kan het wel. Ik zie het je doen. Ja. Er zijn ook vaste televisieproducenten en zenderbazen die... Dit gaan oppikken. Dit wordt gedeeld in het programma op allerlei manieren. Ik hoop dat het lukt. Ja. Nog even je opvolging. Hebben jij en Jaap kinderen die zeggen, wij stappen er ook in? Jaap heeft twee dochters. En we hebben natuurlijk in Haarlem, want we zijn echte Haarlemmers. En daar hebben we ook de meeste markten lopen. Die heeft twee dochters in de zaak. Die gaan we hebben een viskiosk in Haarlem Centrum gestart. En die wil hij graag overdoen aan zijn dochters. Mijn dochters heb ik altijd buiten schot gehouden en die bewust, omdat Jaap natuurlijk ook wel zijn dochters in de zaak had. Mijn dochters, de ene is fysiotherapeut, die is afgestudeerd en die werkt op de oncologie in Noordwijk-Rout. En mijn jongste dochter die studeert, die doet de dubbele studie, rechten en criminologie. Nou, dus, hoe heten ze? Jessica en Lisa.
Nou, Jessica en Lisa, ik... En die doen allebei nog een topsport, softbal. Dus zo. Spelen daar hoofdklasse, dus ja. Daar mag je gerust over voelen. Het doet je geen verdriet dat ze niet in de vishandel komen? Nee, absoluut niet. Nee. Ik ben ongelooflijk trots op ze, hoe ze dat combineren en plannen. En wat ze tot nu toe voor elkaar hebben gekregen. Dus, ja. Ja, nou, voorlopig de komende jaren gaan we jou en Jaap nog heel veel zien hier op de markt. Absoluut. Ik hoop dat het goed gaat komen met die markt. Dat het niet een langgestrekte laan wordt waar op een gegeven moment mensen wegblijven. Dus we gaan je zien. Nog één ding. Ja. Als jij een soort levensmotto of een advies zou willen geven aan de Amstelveeners, wat zou dat zijn? Wat een moeilijke vraag is ja. Dat. Wat zou dat zijn? Ja, eigenlijk wel, hè. Ga zo door, Amstelveen, en eet vis. En eigenlijk til het in plaats van één keer in de week naar twee keer in de week, want het is o zo gezond voor je. Ja, nou, ik snap het. Richard, dank voor je komst. Ja, ik vond het heel leuk. Absoluut. Ja, geweldig. Leuk. En we gaan blijven van je genieten. Vrijdag zijn we hier weer. En dezelfde plek, dezelfde tijd. Weer vanuit het ontmoetingscentrum De Meent hier in Middenhoven. Maar luister ook eens een keer naar onze radioprogramma's. We hebben bijvoorbeeld elke dag hebben we een radioprogramma van 12 tot 1. Dat heet Amsterdam Live. Amsterdam Vandaag. Daarin komen ook gasten en de behandelende nieuwtjes. En deze programma's kan je gewoon vinden op onze zenders, op Facebook. Tot volgende week. Tot ziens. Leuk.